visjes om me heen besloot, maar op een dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes om me heen besloot. 10 kleine visjes om me heen besloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Daar ga je, Septimus, waar je op het ogenblik ook bent. Hij weet dat er iets in de lucht hangt. Hij voelt het, zelfs beneden in de kelder. Hij is niet dom, de jonge meneer Olivier. Hij is al dagenlang onrustig, zeggen ze. Het is pas volgende week, volle maan. Voorlezing van testament een extra plaats aan het diner moest worden gereserveerd. Maar dat een is van de begunstigden. Maar dat is monstrueus! Ik ben gepertinent om met Olivier aan één tafel te gaan zitten. Toen vader nog leefde, mocht hij niet eens zijn cel uit. Dus ik zie niet in waarom dat we dat nu ineens gaan veranderen. De politie had al jaren geleden op moeten pakken. Op de dag dat hij de tuinman zijn oor afgebeten heeft. Ja, dat ben ik voorgeval. Gelukkig was de man stokdoof en had het dus eigenlijk niet nodig. Maar dat doet u nu niet te zeggen. De andere begunstigde is niet uw broer Olivier, maar een buitenstaander. Een onbekende voor de familie, maar op zichzelf een onbekende grootheid. Men heeft mij echter verzekerd dat zij voor de buitenwereld, als ik het zo mag uitdrukken, een soort beroemdheid is. Zij? Ik bedoel dat het een vrouw is.
Inderdaad, mevrouw M. Trudez, schrijfstuk van damesromans. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ook niet, maar uw vader was blijkbaar een groot bewonderaar van haar boeken en heeft haar als bescheiden blijk van waardering bedacht in zijn testament. Maar dat heeft ze natuurlijk niet geaccepteerd. Dat is geheel aan haar, juffrouw Lucretia. Ik heb... ik heb haar uitgever geschreven en ik heb een keurig briefje teruggekregen dat zij vanavond met de trein om 7:15 uur aankomt. Ik ben zo vrij geweest om een taxi naar het station te sturen om haar af te halen. Nou, je spreekt wel heel royaal om met mijn geldpen, Murthy. Maar hoe lang denkt dat mensen hier te blijven? Want je weet dat Dora niet gesteld is op vreemden. Het spijt me, maar het hangt af of zij de voorwaarden van het testament accepteert of niet. Het kan zijn dat zij morgen al weg is, maar anderzijds... Voorwaarden? Hou je de voorwaarden in? Het spijt me, maar dat mag ik pas zeggen als het testament wordt voorgelezen. Het moet worden voorgelezen in bijzijn van alle begunstigden. Maar ik wil het nu weten, Pagurti! Ik sta niet toe dat de wildvreemden hier in mijn huis rondlopen en hun neus steken in zaken waar ze helemaal niets mee te maken hebben. Dat staat gewoon niet toe. Wat sta jij niet toe, Lucretia? De vreemden in huis, volslagen vreemden, politie? Ach, Dora, doe het zo raar. Maar het waren allemaal ongelukken, Lucretia. Allemaal ongelukken, ook die inspecteur van de belasting. Je mag niet toestaan dat ze me meenemen. Juffrouw Dora, alstublieft, alstublieft. De dame in kwestie heeft niets met de politie te maken. Ze is een van de erfgenamen van uw vader en ze blijft hier vannacht logeren. Hier? Maar dat is onmogelijk. Niemand blijft hier ooit logeren. Tenminste, niet iemand die ons kent. Het spijt me, maar uw vader heeft die voorwaarden gesteld en... Hij was op dat punt heel gedecideerd. Maar dat is ontoelaatbaar. Dat is gewoon chantage. Oh, maar Lucretia, we kunnen naar de kamer met het hemelbed geven. Ik zou zo vreselijk graag willen weten hoe het werkt met een mens. Het spijt me, juffrouw Dora, maar dat kan niet. De eerste keer niet. De plotselinge dood, de plotselinge verdwijning van mevrouw Esch zou ons ongetwijfeld allemaal in moeilijkheden brengen. Ze is een heel bekende persoonlijkheid, weet u. Het spijt me, maar zij zal dit huis ongedeerd moeten verlaten. Dat is nou weer echt iets voor papa. Nooit rekening houden met een ander. Hoe durft je ons op te zadelen met die vrouw? Welk recht heeft hij daartoe? Welk recht, vraag ik je? Het recht van ongeveer 5 miljoen pond, ruw geschat. Dat wilde jij toch zeggen, Penworthy? Goedenavond, juffrouw Emily. De gieren verzamelen zich, zie ik. Allemaal begerig naar een aandeel in de prooi. Je kunt mij bezwaarlijk vergelijken met een gier, Emily Tom. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, dat klopt. Ze kunnen jou beter vergelijken met een zwarte kraai. Ik zie dat je je al gekleed hebt voor je rol. Hoe durf je? Hoe durf je? Juffrouw Lucretia, u kunt die ridicule vijandelijkheden beter bij de beschouwing laten. Ridicule vijandelijkheden? Dat oude kalf heeft moeder vergiftigd. Zelfs de secuurste mensen maken wel eens een fout, juffrouw Lucretia. Ik beschouw vingerhoedskruid en dolle keil van weliswaar niet als de juiste ingrediënten voor bloemen, maar juffrouw Dora dacht daar kinderlijk alles over. En voordat de krampen begonnen, heeft uw moeder haar nog een compliment gemaakt over haar goede smaak. Ik veronderstel dat de schaal hiermee weer in evenwicht is. Overigens, Penworthy, niemand, maar dan ook niemand, heeft jou om je mening gevraagd. En ik gedraag me zoals ik zelf wil. Dat is natuurlijk volkomen uw zaak, juffrouw Emily. Maar als u mij toestaat om iets voor te lezen uit de instructie die Weiler uw vader mij gegeven heeft. Ga je gang. En als die teef van een Emily het waagt in aanwezigheid van mijn gast haar grote bek open te trekken, verspeelt ze haar aandeel in de nalatenschap en moet het worden verdeeld onder die andere idioten. Jozef, laat eens zien. Dat kan ik niet doen, inderdaad. Niettemin heeft hij het gedaan, juffrouw Emily. Dus het lijkt mij in uw eigen belang dat u zich een beetje inhoudt zolang mevrouw Esch hier is. Vindt u zelf ook niet? En ik hoef hier nou nog aan toe te voegen dat meneer Top soortgelijke instructies heeft gegeven met betrekking tot de andere leden van de familie.
Hij wilde niet dat iemand zich gepasseerd voelde, om zo te zeggen. Wat? Bedoel je dat er ook dreigementen aan mijn adres instaan? Nee, dat moet op een vergissing berusten. Geen sprake van, juffrouw Dora. Uw vader is hierin bijzonder duidelijk geweest. Het is u verboden om één woord te dreppen over uw plantaardige studies. En juffrouw Lucretia, u moet stilzwijgen bewaren over uw proefnemingen in de oostelijke vleugel. Maar dat is monstrueus! Ik laat me de mond niet snoeren, dat weiger ik pertinent. Maar ik begrijp het niet goed, Penelope. Wat voor bezwaar kan er tegen bestaan als ik over onze heerlijke tuinen praat? Nou, men zou zich eens kunnen afvragen wat je geplant hebt. Ja, en waarom niet? De perken liggen er prachtig, hè? De lijken eronder ook. Nou, dan afgesproken dat je daarover zou zwijgen, Emily. Dat onderwerp kunnen we beter laten rust. Wat je zegt. Vroeger heeft hij nooit bezwaar gemaakt als ik met onze gasten over de tuinen sprak. Nooit. Nee, omdat we vroeger geen gasten hadden. Tenminste, geen gasten die nog in staat waren om er nog te vertrekken. Zo is het genoeg, Emily. Ik wil geen woord meer van je horen. Dan zul je watten in die varkensoren van je moeten stoppen. Want ik ben er niet klaar. Nog lang niet. Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen wat er achter dit hele gedoe zit. Of wel? Nou, ik heb werkelijk geen idee. Nee. Welk gedoe doet u, juffrouw Monica? De voorwaarden. Emily, sorry. De voorwaarden en de dreigementen. Broer, we weten toch allemaal waarom die oude bokje die brief heeft gegeven? Of niet soms? Ik zou het niet weten hoor, het ontgaat me volkomen. Mij ook. Nou, dat is dan heel erg fraai. Het is toch zo duidelijk als wat? Al die bezoekjes aan Londen, al die brieven met strikt vertrouwelijk, strikt persoonlijk. Het is als vast. En jullie zijn ziende blind. Wat zegt gij nu tot mij? Spreek dan nog eens. Alsjeblieft, ja, blijf er niet mee en ga terug naar je kindermeid. Imbecil dat je er bent. Goedenavond, meneer Marcus. Ah. En juist te goed dat uur zijt gij gekomen. Met u heb ik een lang gesprek te voeren. Blijf in mijn buurt, opdat ik aan u denk. Ach, Marcus, alsjeblieft. We hadden het net over een brief die vader aan mijn beurt heeft gegeven. Een schandalige brief, gewoon schandalig. Eenvoudig beestachtig. Uw brief heeft ons weerhouden van een bloedentwist. Waar wij bespeurden dat u op vuige wijze misleid was. En wij in doodsgevaar, waar wij het in geen deel verwachten. Pardon? Die smerige intrigant. Hij heeft ons allemaal voor gek gezet. Nou, het is nog nooit gelukt dat iemand mij voor gek zette. Dat is ook niet nodig, want moeder natuur heeft volmaakt werk geleverd. Jij hebt nog niet eens genoeg verstand om te begrijpen wat hij gedaan heeft. Ik ben de enige in deze hele familie die doorheeft waarom wij ons allemaal normaal moeten gedragen als die dierbare schrijfster van hem op bezoek komt. Ik ga weg. Ik wens mij niet te laten uitmaken voor alles wat jij hier in rondstrooit. Ja? Ja, dat zou ik ook niet toelaten in mijn eigen huis. Maar Dora heeft gelijk. Wij laten jouw insinuaties niet langer over ons heen komen. Als de overige betrokkenen zijn, dan kun je ons roepen. Wel, wil je niet? Zie je wel. Jullie hebben niet eens lef genoeg om de waarheid onder ogen te zien. De waarheid? Hoezo de waarheid? Over die twee. Ze zijn in het geheim getrouwd. Getrouwd? Ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk. De mensen weten het en hebben de beschuldiging geholpen. Ja, ik dacht wel dat het een schok voor jullie zou zijn. Maar goed, het was de enige manier om jullie in beweging te krijgen. Zijn schattige, lieve, dierbare vrouwtje mag vooral niet weten dat ze in de familie van krankzinnigen terecht is gekomen. Emily! Ja, zo is het. Je zult jullie mee moeten verzoenen, zusje lief. Het heeft geen enkele zin om je voor te spiegelen dat wij een normale, huiselijke familie zijn. Die de tijd besteedt aan de goede werken voor de gemeenschap. Wij zijn de afgelopen 20 jaar deze ruïne niet uit geweest. Nee, en dat is ook nergens voor nodig, want wij hebben hier alles wat we nodig hebben.
de kapel, de ziekenzaal, de tuin en de begraafplaats. Oh, precies. Vergeet vooral de begraafplaats niet, hoor. Ook al gebruiken we normaal gesproken de bloemperken. Emily! Zo is het. Je zult het onder ogen moeten zien. Wij houden ons hier niet schuil omdat we graag willen. We zullen wel moeten. Wij zijn de plaatselijke familie Frankenstein. Om te beginnen Olivier. Die beneden in zijn cel aan een ketting ligt en denkt dat hij een weerwolf is. En dan Marcus. Die zo rotsvast gelooft dat hij Julius Caesar is, dat hij me niks zou verbazen als hij vandaag of morgen op het Capitool vermoord wordt. En dan Dora, die met haar giftige wijnen slachtoffers bij potjes. Laat ze ophouden, alsjeblieft. Laat ze ophouden. En jij, Lucretia, jij sluit je op in de oostelijke vleugel. Met je stinkende chemicaliën, waarmee je de halve wildstad van het district uitroeit. Dat is een leugen. Dat is een gore, smerige leugen. Natuurlijk is het een leugen. Oh ja, en dan vergeet ik natuurlijk nog ons lief. Klein, schattig zusje Monica. Zij is ongetwijfeld de moeder-overste van dit klooster. En jij dan? Met je afschuwelijke, met je liederlijke... Wilt u mij excuseren? U hoeft niet weg te gaan, uw zuster. U zult niks horen wat u nog niet weet. Oh, dat neem ik direct aan, juffrouw Emily. Maar ik moet nieuwe watten en een nieuwe naald halen. Deze zijn niet steriel meer. Ik zal geen moeite doen. Hij is gek en hij blijft gek, wat u ook probeert. Meneer Marcus is niet gek. Oh. Hij is in lichte mate gestoord. En sinds hij behandeld wordt, is hij er sterk op vooruit gegaan. Zo. Volgens dokter Pell maakt hij kans op volledig herstel. Die kwakzalver. En dan geloof jij. Oh, dokter Pell heeft een voortreffelijke naam in heel Engeland. Poeh, een voortreffelijk medicus. Misschien zou u hem ook eens moeten raadplegen. Smerige kleine feest. Hoe eerder we haar kwijt zijn, hoe beter het is. En dat geldt ook voor jou, idioot. Maak dat je wegkomt. Nee, dat wil Caesar niet. Het gevaar weet zelf goed hoe het in gevaar voor Caesar zwicht. Twee leeuwen zijn wij, op één dag geboren. Ik ben de oudste wel, dus meer de duchter. Hou je mond, Marcus. Niemand verlaat dit huis. Ik ben het hoofd van dit gezin. En zuster Franklin blijft hier totdat ik het nodig vind om haar weg te sturen. Is dat duidelijk, Evan? Misschien mag ik even iets opmerken. Mag ik u herinneren dat onze gasten elk ogenblik kunnen komen? Dus ik zou, als u stallen bent, zou ik de menuschillen voor die tijd hebben bijgelegd. Gasten? Gasten, zeg je? Bedoel je dat het er meer zijn? Zijn er meer dan één? Ik verzeker u, er is geen reden tot ongerustheid. De tweede gast blijft niet. Hij breekt mevrouw Ashley maar en gaat met de eerste volgende trein terug naar Londen. Hij? Je bedoelt dat het een man is? Van de politie? Ach, mens. Het is de secretaris van mevrouw Ash, meneer Perwin Potter. Ziet u, juffrouw Dora, er is niets om u ongerust over te maken. De lafaard sterft vele malen eer hij sterft. Nooit smaakt de dappere man meer dan eens de dood. Maar weet je niks van de barones van Even? Natuurlijk niet, juffrouw Dora, dat is toch onmogelijk. Ook niet van die verzekeringsmakelaar? Geen van allen, heus niet. Maar als u wilt dat hij ook niets aan de wet komt, dan kunt u hem beter niet laten proeven van uw eigen gemaakte wenen. Ja, dat zal u wel met me eens zijn, denk ik. Dat is volslagen overbodige opmerking, Perwerty. Dora mag dan een fout hebben, maar ze zal nooit een ondergeschikte bijna bieden. Dat zal volledig indruisen tegen de goede manieren. Maar om helemaal zeker van te zijn, kunnen we beter de brouwsels van juffrouw Dora achter slot te gaan houden tot onze gasten weer vertrokken zijn. Zoals ik eerder heb gezegd, een ongelukje zit in een klein hoekje. Ik zal het direct doen. Onmiddellijk. Ja, de sleutel geef je aan mij. Ik zou het bijna vergeten. Even kijken. Deze heb ik gemaakt. En die. Juffrouw Dora, hè? Ja. Is dat een van uw... Ja, ja. Hoezo? Dit is mijn bloesempot. Vindt u ze lekker? Zuster! Zuster!
drank. Er is niks aan de hand, dwaas. Je is volkomen onschuldig. Die heb ik gemaakt van pruimen. Deze is gif. Had u geroepen, juffrouw Lucretia? Nee, het was niets. Marcus, je arm? Hé, je gaat dat ding toch niet in zijn lichaam steken waar wij bij zijn, hè? Oh, dat was wel de bedoeling, juffrouw Emily. Dat kan je in dit huis moeilijk iets ongebruikelijks noemen. Nou, dat is lekker. Zuster, zou u zo vriendelijk willen zijn om dat meneer Marcus tijdens de opening en voorlezing van het testament iets minder opvallende kleding aantrekt? Het was de wens van meneer Tom dat het min of meer een officiële bijeenkomst zou worden, omdat er buitenstaanders bij aanwezig zijn. Buitenstaanders? Hier. Maar dat... Ja. Kom maar, Marcus. Ik geef je injectie op je kamer wel. Dan doen we je meteen een mooi kostuum aan. Heb dank voor al uw moeite en vriendelijkheid. Die bleeks, geterige slet. Die ouwe heeft toch niks vermaakt aan haar, hè? Alleen maar een klein legaatje voor Emily. Hoezo klein? Hoe klein? Een symbolisch bedrag voor trouwdienst in de afgelopen 2 jaar. Niets buitensporigs, dat verzeker ik u. Verzeker jij me met niks, ouwe oplichter? Er gebeuren hier dingen waar de lucht aan zit. En ik wil weten wat het is. Was die ouwe met dat mens van S getrouwd of niet? Als iemand het weet, dan ben jij het. Dus voor de dag ermee. Zover ik weet hebben meneer Tomp en mevrouw Ensje elkaar nooit eerder ontmoet. En meer mag ik u helaas op het ogenblik niet zeggen. En wat daarmee? Het is nou 6 weken geleden dat die ouwe, om wie we geen trouw laten, de pijbuit is. En moet er steeds wel toe zijn. Ik was weer bij Bertie. Als jij iets in je schild voelt, dan knip ik je in reepjes. En stop ik je onder de grond. Bij de vergissingen van Dora. Maar mijn beste juffrouw Emily, ik ben advocaat en sta overal bekend als een uiterst integer man. Als jij werkelijk zo integer was, dan zou je niet voor onze familie werken. Emily! Zo is het toch? Vanzelfsprekend begrijp ik ongeduld omdat het zo lang duurt. Maar ik geef heel nauwkeurige instructies. Dit is een zeer gecompliceerde zaak en een groot vermogen schept nu eenmaal zekere problemen. Ja, en als je het niet gaat ook. En een langer uitstel zou een ramp betekenen. En ik weet zeker dat de premier daar zeer ontstemd over zal zijn. Ik beloof u dat u binnen 24 uur krijgt wat u toekomt op een eerwoord. Nou, dat mag ik ook. Tada! Komt die gezellig bellen? Mevrouw Hammond, wat ik wou even zeggen dat de telefoon was. Het is voor jou. Oh! Ze zeggen dat het dringend is. Wie is het, Agatha? Oh, die kerel van de garage uit het dorp. Oh, drekkertje, die heb ik naar het station gestuurd om een gast af te halen. Tja, hij is niet erg blij, want ze zijn niet aangekomen. Niet? Nee. Ik neem hem maar eventjes. Ik dacht het al. Maar hoe moet het nu met het voorlezen van het testament? Ach, dat maakt toch niet uit. Als het telefoongesprek klaar is, dan kan hij gewoon het testament voorlezen. Maar dat is toch ontoelaatbaar? Ben Murphy heeft gezegd dat je het alleen maar voor mag lezen als er helemaal als iedereen aanwezig is. Mens, kalmte kan je redden. Hij zal het voorlezen. Jongen, wat een hoop druk dan, niks. Het testament moet voorgelezen worden als er iemand overleden is, niet als er verstappertje wordt gespeeld. Agatha. Tja. Uw vader is net zo dood als ik, juffrouw Lucretia. Ik hoor wat ik hoor en ik weet wat ik weet. En dat is voor mij genoeg. Nou, en voor mij is genoeg dat ik die oude gek 6 weken geleden op het mausoleum heb zien liggen. Veilig opgeborgen onder een marmeren zerk. U hebt zijn kist gezien, ja. Juffrouw Emily. Dat geef ik toe. Maar wie van u heeft gezien dat hij erin lag? Ja. Niemand. De kist was al gesloten en verzegeld voordat ze iemand in de kamer toe. Zo is het toch? Ja, zo is het. Ja, vind je het gek. Ze waren veel te bang dat wij het ook zouden oplopen. Het was hoog besmettelijk volgens die oude kwakzalver. En dat hebben jullie allemaal voor zoete koek geslikt. Het zal niet de eerste keer zijn dat de dokter werd omgekocht. Hij is niet dood. Ik heb
door het huis horen lopen. Beneden in de kelder, in de gangen. Ik heb hem hier ook gehoord, hier in de bibliotheek. Elke nacht. Je hebt weer te veel sherry gedronken, oude vleermuis. Ik hoor zijn stem overal. En van die anderen. Van wie? Ja, hoor eens. Dat is zijn zaak, niet de mijne. Ik ben de huishoudster maar. Als hij nodig vindt dat u weet wat er aan de hand is, zal hij het u wel vertellen. Net als vroeger. Is niet in die stomme kop van je doorgedrongen dat hij dood is? Dood! Uw vader is een eigenaardig mens, juffrouw Emily. Als hij wil dat iedereen denkt dat hij dood is, dan heeft hij daar een goede reden voor. De afgelopen 40 jaar heb ik me nooit met zijn zaken bemoeid en dat doe ik nu dus ook niet. Maar ik moet u dringend aanraden de komende dagen op uw woorden te passen. Als u me nu wilt excuseren, ik moet naar de keuken. Die is gek, hè? Knettergek. Maar als het waar is wat ze zegt, als hij inderdaad niet dood is. Oh, natuurlijk is het waar. Hij is hartstikke dood en vrot ook ondertussen. Ze proberen ons gewoon een stuip op het lijf te jagen. Dat alles. Waarom? Weet ik het. Waarom? Laat me nadenken. Wacht. Dat ik het al niet eerder heb kunnen bedenken. Natuurlijk. Hier, Pam Worthy. Hij is het brein achter deze hele geschiedenis. Natuurlijk de uitgeslapen Hamilton Pam Worthy. Onze integere familieadvocaat. Als jij eens even dat beetje hersens daar van je laat werken, dan zul je zien dat ik gelijk heb. Wie is van alles op de hoogte? Dus als enige in staat om de boel te blazen, Pam Worthy. En wie heeft ons 6 weken laten wachten voordat we eindelijk te zien krijgen wat er in het testament staat? Pam Worthy. En wie is als enige op de hoogte van een mysterieuze mens van Ash? Pam Worthy. Dus? Waar wil je naartoe? Ja, ik wil nergens naartoe. Ik wil gewoon de... Mevrouw Ash. Dat kan niet, de trein is doorgereden. Zal ik de deur open? Wel, nee, dat gaat er dan maar doen. Daar wordt ze voor betaald. Goedenavond. Ja, ook goedenavond. Dit is toch het monument? Jawel, jawel. Haar is van de familie Tom. Oh, godzijdank. Was zo bang dat we verdwaald waren. Die vreselijke mist. U verwacht mij toch? Mijn naam is Ash. En mijn zoon Ash. Zo is het. Oh, komt u binnen. Dank u. Die kant op. Ik zal zeggen dat u er bent. Mevrouw Ash en haar vriend. Ik zal Pam Worthy waarschuwen dat ze aangekomen zijn. Zo, dus u bent de mysterieuze mevrouw Ash. Ja, goedenavond. Dat is uw vrouw. Tomp. Emily Tomp. En dat daar is mijn zuster, Lucretia. De bekende natuurkundige. Oké. Dat is mijn secretaris, de heer Potter. Hallo, hoe maakt u het? Wij dachten dat u met de trein zou komen. Ja, we hebben zelfs een taxi gestuurd om u af te halen. Ja, het spijt me vreselijk dat we met de auto moesten komen. Maar er schijnen hier in de winter op zaterdag schijnen de treinen hier niet te stoppen. En met de waarschuwing over de radio van die vreselijke mist leek het ons verstandiger om op tijd te vertrekken. We hebben u nog geprobeerd te waarschuwen, maar u heeft een geheim telefoonnummer. We hebben u hopelijk niet te lang laten wachten? Nee hoor. Wij wachten al 6 weken, dus die paar minuten kunnen er ook nog wel bij. Wilt u iets drinken? Nou, graag. Een sherry als u heeft. Oké, 1 sherry. Ja, oké. Ik niet hoor, ik drink niet. Zo, 1 sherry. Op de kennismaking, zullen we maar zeggen. Emily? Ja? Nee, deze is goed. Ach, om u de waarheid te zeggen, kan ik goed niet van de slechte onderscheiden hoor. Dat zou u wel kunnen, als Dora hem gemaakt had. Ja, Dora is een zuster van ons, ze maakt wijn uit liefhebberij. Oh, dat is interessant. En, heeft zij succes mee? Ja hoor, ze heeft nog nooit 1 klacht ontvangen. De meeste ingrediënten komen hier zeker uit eigen park. Dat moeten hectare zijn, gezien de weg hier naartoe. Ik ben dol op tuinieren. U ook.
Ik word er altijd zo vreselijk ontspannen van. Ik krijg er zo'n vrede gevoel van. Als ik even de kans krijg, dan spring ik tussen de prachtige rozenperken om de Noordwonden vandaan te komen. In ieder geval niet zonder bevel tot opgraving. Mijn waarde, mevrouw is. Welkom op het monument. Oh, nee, meneer Kwalijke. Hamilton Penworthy, de familieadvocaat. Ik zie dat u al kennis heeft gemaakt met juffrouw Emily en juffrouw Patricia. De anderen komen meteen. Als u zo goed wil zijn om te gaan zitten. Nee, dank u. Ik blijf liever even staan. Het was een lange rit hier naartoe geweest. Ik heb genoeg gezien. En dan met u een slecht gezicht. Penny heeft het zwaar gehad. Ik rij namelijk zelf niet weten. Trouwens, ik ben secretaris. Patrick Potter. Hallo. Het is erg vriendelijk van u dat u hier tijd wilt vrijmaken om hier te komen. Ik begrijp natuurlijk dat u erg druk bezet bent. Ja, ik ben inderdaad bezig met een nieuw boek. Maar ik kon hier gewoon absoluut geen weerstand aanbieden. Het lijkt me wachtig wel iets uit een van mijn eigen verhalen. Een erfenis van een volmaakt onbekende. Eenvoudig ongelooflijk. Dat zou ik zeggen. Ja. Het spijt me, maar de term volmaakt is op meneer Tomper allerminst van toepassing. Hij was een man met vele ondeugden. Maar hoe dan ook, uw boeken hebben hem heel gelukkig gemaakt. Ik heb gehoord dat hij in zijn kamer alle boeken had die u geschreven hebt. Dus ze hebben blijkbaar een grote indruk op hem gemaakt. Een heel grote indruk. Vooral toen de boekenkast bezweek en hij er om de begraven werd. Daar valt helemaal niets om te lachen. Want toen hij de houtsplinters in zijn lichaam kreeg, toen heeft hij een of andere vreemde kwaal opgelopen. En daar is hij aan overleden, tenminste. Dat hebben ze ons verteld. Maar niet nadat hij een gedeelte van zijn vermogen aan u had vermaakt uit dankbaarheid voor hetgeen wat u voor hem had gedaan. Bijna meneer Tomp was een zeer vermogend man. Ik ben ervan overtuigd dat u meer dan tevreden zult zijn met hetgeen wat hij u heeft nagelaten. Oh, ja, zeker. Ja, ik had niet verwacht dat... Nee, wij ook niet. Maar nu het toch zover is, snapt u natuurlijk wel dat wij precies willen weten wat ons toekomt. Dus, Penworthy? Er zijn geen termen aanwezig om de zaak nog verder uit te stellen. Ik zou mevrouw Hammond vragen om de anderen te waarschuwen. Oh, doe geen moeite. Dat doen wij wel. Ik zal Monica wel roepen en dan kun jij de anderen waarschuwen. Dat is een goed idee. Een ogenblik. Ja. Ik heb geen idee waar ik juffrouw Monica zou kunnen vinden. Oh, ik wel. Ik heb een onfeilbaar systeem om haar op te sporen. Werkt altijd. Hoe doet u dat? Gewoon om maar te fluisteren dat er een man in huis is. En ze komt onmiddellijk tevoorschijn. Mijn best, juffrouw Emily, altijd vol grapjes. Ja. Neemt u mij niet kwalijk als ik het verkeerd heb, meneer Penworthy, maar ik heb nu helemaal het gevoel dat ik hier nu niet bepaald een welkome gast ben. Maar mijn waarde, mevrouw Ash. Nee, laat u maar. Begrijp ik volkomen. Gezien de gegeven omstandigheden kan ik me voorstellen dat ze gebeld zijn over mijn aanwezigheid. Ik bedoel, van hun standpunt uit gezien heb ik hier niets te zoeken. De familie kent mij niet en ik ken de familie niet. Het is wel ook een compleet raadsel waarom de heer Tom mij vermeld heeft in zijn testament. Maar nu we het er toch over hebben. Hoeveel staan we eigenlijk te wachten? Het spijt me, maar dat mag ik pas zeggen als het testament is geopend. Maar ik mag helaas geen uitzondering maken. Ja, ik verwacht wel dat u dat zou zeggen. Maar het is nog wel een lange rit terug naar Londen, weet u. Als u me even iets had kunnen inlichten, waren we huiswaarts gegaan. Wil ik me geen onaangenaamheden veroorzaken? En ik zou sowieso het geld erover laten naar een of ander liefdadig doel. Liefdadig doel? Neemt u me niet kwalijk. Er gaat iets door mijn hoofd heen. Iets belangrijks. En? Wat mag jij ook met het anders? Nou, het schijnt te gaan lukken. Ja, natuurlijk lukt het. Het lukt toch altijd? Ik bedoel, er is compleet niemand die het in de gaten heeft. Het ziet er wel naar uit, maar... Ja, maar wat? Denk je dat ons dit gaat lukken? Zoiets als dit hebben wij nog nooit eerder gedaan. En we krijgen nu wel met de wet te maken. En dan denk jij, liefje, dat ik in het verleden al nooit iets te maken heb gehad met de wet?
Mijn overleden echtgenoot was immers rechter bij het Hooggerechtshof. Dat heeft zo zijn voordelen. Maar luister, het ziet er niet naar uit dat wij iets te weten komen voordat de complete familie bij elkaar is. Maar pakweg met ruim een uur denk ik wel dat we weten wat de fictieve mevrouw is erft. Tevreden? Tevreden. Maar ik heb er wel wat bezwaar tegen om haar de fictieve mevrouw Ash te noemen. Ja. Ze heeft tenslotte heel wat boeken op haar naam staan. Nee, dat ben ik wel met je eens. Ik bedoel, maar aan de andere kant zijn er maar heel weinig mensen die haar tot nu toe in levende lijf hebben gezien. Die kan je echt tellen op de vingers van één hand. Dus de kans dat ik ontmaskerd word en beschuldigd word van bedrog, die is praktisch uitgesloten. Maar goed, laten we even orde op zaken stellen. Het testament is geopend en voorgelezen en we weten wat ons te wachten staat. Wat ga jij dan doen? Nou, dan bied ik mijn excuses en dan zeg ik dat ik terug moet naar Londen. Ja? Dan pak ik de wagen en dan rijd ik naar de afgesproken plekken en dan wacht ik op je telefoon. Zo is dat toch? Heel goed. Zo is het. Komt allemaal goed. Dat zal je zien. Ik vond dat ik er net zo gerust op was als jij. Ach, weet je wat ze me noemen? De zwendelaar zonder gezicht. Daarom ben ik tot nu toe altijd een dans ontsprongen. Met een ander kapsel en andere kleding. Met een volmaakt onherkenbaar. Alleen ja, die heer Penworthy verwacht van mij dat ik een dagje overblijf. Vind ik wel een beetje vervelend. Aan de andere kant... En trouwens, morgenochtend rond 8:30 ben ik op de afgesproken plek. Zou je het niet vergeten? Ik zal er zijn, bevend als een espenblad. Ach, komt wel goed. Ik voel het. Jij zegt het. Zeg, is dat die betreurde dode, denk je? Nou, het ziet er meer uit als de grootvader van Dracula. Om kippenvel van te krijgen. Maar deze kamer, die intrigeert me. Is je niks opgevallen? Iets bijzonders? Zoals? De boekenkasten bijvoorbeeld. Op dat daarna is er in de hele kamer geen boek te vinden. Oh, ja. Ja, en dan te bedenken dat dit een bibliotheek is van een multimiljonair. En weten wat we tot nu toe weten. En er staat hier geen enkel boek. Vind je dat dan niet een beetje vreemd? Waarom zou die anders... Nee, ik bedoel, als je dat mij vraagt, heeft heel Septimus Tom in zijn hele leven nog geen enkel boek gelezen. Dat is krankzinnig. Dat is inderdaad krankzinnig. Maar ja, als je het mij vraagt, dan zijn er hier wel meer krankzinnigen. Als ik naga die twee beminnelijke figuren die ons net binnen hebben gelaten. En die gezien schilderij, is er volgens mij niet één normaal mens in dit huis. We zullen voorzichtig moeten zijn. Heb jij een hond gezien toen we hier aankwamen? Nee. Het lijkt trouwens meer op een wolf. Ja. Stil daar beneden! Oh. Daar zijn... Stil, zeg ik je! Daar komen ze aan. Daar zijn ze aan. Nee, doe maar rustig aan. Het komt allemaal goed. Laat maar. Mijn excuses, mevrouw S. Ik was het vergeten, maar ik heb het op tijd kunnen herstellen. Mag ik u voorstellen aan de andere leden van de familie? Juffrouw Dora Tomp. Meneer Marcus Tomp. Zuster Franklin, de interne verpleegster. Goedenavond, mevrouw. En mevrouw Hammond, de huishoudster, maar die kent u al natuurlijk. Mevrouw Ermetrud S., de beroemde schrijfster. Met toegewijde secretaris. Penelope Potter. Hallo. Nee! Toen Marcus, geef Penelope Potter een hand. Laat welgedane mannen om heen zijn. Met gladde haren en die s'nachts goed slapen. Die kastjes ziet er schraal en hongerig uit. Hij denkt te veel. Die mannen zijn gevaarlijk. Heel goed, Marcus. Volkomen rolvast. Hij is de rol van Julius Caesar aan het instuderen voor het toneelfestival, begrijpt u? Oh. Dat vind ik interessant. Ja, vindt u ook niet? Zullen we gaan zitten? Ja, dat lijkt mij een goed idee. Juffrouw Monica en juffrouw Emily komen meteen. Dus als u zo vriendelijk wil zijn. Mevrouw S. De plaats. Dank u. Zo, daar binnen jij nip voor Maria. Blijf van af!
aan je elleboog. Goed begrepen? Juffrouw Monica, we hebben bezoek. Nou, zeg maar dat ze naar de bliksem kunnen lopen en jij kan... Oh. Mag ik u voorstellen, mevrouw Andrew Trish, de schrijfster en meneer Potter, haar secretaris. Rikkie Potter is mijn naam. Hallo. Hé, hey, mannen van Slinster. We eten pas na de voorlezing van het testament. Goedenavond, juffrouw Tom. Dus u bent de mysterieuze Abby Ash? Geen wonder dat de oude heer zo op u gesteld was. Voor een oude vrouw is een spetter. Oh, dank u. Ik heb een paar van uw boeken gelezen. En, bevinden ze u? Nee. Oh, juist. U moet mij niet kwalijk nemen hoor, het sentimentele gedoe. Dat is niks voor mij. Ik geef de voorkeur aan de tastbare werkelijkheid. Vurig en sterk. Het ziet ernaar uit dat de pret begint. Dan neem ik er mijn gemak van. Ik kan hier van mij uitstekend volgen op mijn Murphy. Prap maar los. Het woord is aan jou. Op de begin wil ik u allen dankzeggen dat u vanavond aanwezig wilt zijn. Ja, lees dat testament naar me voor. We zitten hier op een cocktailparty. En schiet een beetje op, ja? Zoals u alle weet was meneer Tomp een van de rijkste mannen van het hele land. En nu... Een van de stijfste. Nou, schiet nou maar op en lees dat testament voor. Als u mij toestaat om verder te gaan, juffrouw Emily. Dank u. Kort voor zijn dood gaf hij instructie om alle activa, met uitzondering van het huis en het landgoed, om te zetten in waar geld. Deze opdracht heb ik uitgevoerd, zeer tegen mijn advies, moet ik hieraan toevoegen. De opbrengst bedroeg in totaal een bedrag van 7 miljoen pond. Zo, en hoeveel krijg ik daarvan? Van deze 7 miljoen pond die hem ter hand zijn gesteld, werd 3 miljoen gestort bij een bank in Londen en 4 miljoen heeft meneer Tomp vastgehouden. Ongelukkigerwijze hebben wij geen flauw idee wat hij ermee gedaan heeft. Je bedoelt dat het verdwenen is? 4 miljoen pond! Precies. Ach, dat kan natuurlijk. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, moet ik nu de inhoud van het testament bekendmaken en de daaraan verbonden voorwaarden. Om te beginnen. Meneer Tomp stond erop om zijn testament zelf op te maken, zulks tegen mijn nadrukkelijk advies. Hij heeft het mij gegeven met een brief waarin hij bepaalde instructies gaf, die ik inmiddels heb uitgevoerd. En nu mag ik u de inhoud van het testament openbaar maken. Nou, zou tijd worden. Ach, hou dan toch eens je mond, Emily. Natuurlijk maar. Praat maar. Aan mijn 6 kinderen, Lucretia, Emily, Marcus, Dora, Monica en Olivier, elk een bedrag van 400.000 pond. 400.000 pond? Dat is toch helemaal aan mijn huis, aan mijn huishoudster Agathe Hammond en aan de verpleegster van mijn zoon, mits zij op het tijdstip van mijn overlijden nog bij mij in dienst zijn, elk een bedrag van 100.000 pond. Aan mijn advocaat Hamilton Penworthy een bedrag van 400.000. De rest van mijn bezittingen vermaak ik aan mevrouw Ermertrude Ash, schrijfster van Dames en Mans, verblijfplaats onbekend, maar naar ik vermoed Londen. Ik doe dit uit dankbaarheid voor wat zij voor mij heeft gedaan. Ja, maar ik heb helemaal niets. Inderdaad. Zoals u allen weet, heb ik jarenlang geleden aan slapeloosheid. En haar boeken werkten beter dan alle slaapmiddelen van die kwakzalver bij elkaar. Als zij echter de nalatenschap niet wenst te aanvaarden, moet deze gelijkelijk worden verdeeld onder de anderen. Het is een vervalsing. Dit testament is vervalst. We zullen het bij elke rechtbank in het hele land betwisten. 4 miljoen pond. Een volslagen onbekende. Ja, en wat zou je denken van het huis en het land? Ja, ze mag het niet accepteren. Nee. Dat geld is van ons. Elke cent. Precies. Het is van de familie. Het is alleen van ons.
Gefeliciteerd, mevrouw Esch. Ik vind het erg prettig voor u. Oh, dank u. Dank u. Er is nog een nadere bepaling. Ah. Als mevrouw Esch besluit de nalatenschap te aanvaarden, moet zij haar intrek nemen in mijn huis op het landgoed. Wat? Het was de wens. Het was de wens van meneer Tomp dat alle boeken die u nog schrijft hier zullen ontstaan. Absoluut uitgesloten. Inderdaad. Compleet onmogelijk. Ja, echt niet. Mevrouw Esch, 4 miljoen is een kolossaal bedrag. Ja. 4 miljoen. Ja, nou goed, ik kan er nog niet zo goed bevatten. Neem me niet kwalijk, maar ik heb helemaal geen ervaring in dit soort dingen. Kunt u mij bij benadering zeggen wanneer ik over het geld kan beschikken? Ach, dat is je eindelijk te Ik vraag dit niet voor mezelf, juffrouw Emily. Nee. Ik heb goede reden om dit te vragen. Oh, dat is wel graag. Het spijt me dat ik het u moet zeggen, zuster Franklin. Maar er is een kink in de kabel gekomen, als ik het zo mag uitdrukken. Een kink in de kabel? Zoals ik u al verteld heb, heeft meneer Tomp 4 miljoen vastgehouden. De vermiste miljoenen die nu tot het bezit van mevrouw Esch moeten worden gerekend. Ja, ga door! Ongelukkigerwijs heeft meneer Tomp, toen hij de schikkingen trof voor de verdeling van zijn vermogen, geen rekening gehouden met de successierechten. Successierechten? Wat is daarmee? De successierechten op de nalatenschap bedragen om precies te zijn 3 miljoen pond. 3 miljoen pond? En omdat dat bedrag op de bankrekening het enige was waarover kon worden beschikt, is dit overgemaakt naar de fiscus. Er is geen cent meer over. Krijgen wij niks? We zijn straatarm. Dat is doorgestoken kaart. Zwendel. Het is betreurenswaardig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niemand van ons ontvangt nog 1 cent. Tenzij de 4 miljoen worden teruggevonden en mevrouw Esch afziet van haar aanspraken. Ja, maar dat heeft ze toch gedaan? U kunt niet zomaar van mening veranderen. Mevrouw Esch heeft tot morgenochtend de tijd. Voor die tijd mag ik geen beslissing aanvaarden, ook geen weigering. Mijn handen zijn gebonden. Je strot ook als zij met het geld gaat strijken. Jij bent advocaat, precies. Doei. Ik kan dat doen voor de vastgestelde tijd. Ik zou u allemaal willen voorstellen dat u nu naar uw kamer gaat om u te kleden voor het diner. Diner? Na te denken, het lijkt me beter dat we haar een poosje met rust laten. Over 20 minuten kunnen we aan tafel. Dat is meer dan tijd genoeg. Ja. Kom mee, Marcus, naar je kamer. Caesar zal gaan. Als ooit gevaren dreigden, was het achter mijn rug. Doch nauwelijks zien zij het gelaat van Caesar, of zij zijn verdwenen. Zo, Marcus, wilt u ons excuseren? Ja. Zo, mevrouw Esch, u bent dus nu een zeer gefortuneerde vrouw. Ja, ziet er wel eruit, ja. Het is een hoop geld. Ja. Als we het vinden. Neemt u niet kwalijk, maar ik moet terug naar Londen. Penny, u gaat toch niet weg? Vanavond toch niet meer? Ja, ik moet wel liggen stapels werk op mij te wachten. Maar het mist vreselijk en we hebben vast en zeker ergens een lekker warm bed voor u. Penny! Dat is erg aardig van u, maar ik moet toch heus weg. Ja, maar... ja, ik laat alles in je handen over. Doe wat je het beste doet. Tot morgen op het kantoor. Breng u even naar de wagen. U gaat morgen gewoon weer aan het werk, mevrouw Esch, naar al die opwinding. Ach ja, werk altijd effectief, nietwaar. Wat denkt u van een dronk op het fortuin, wat u in de schoot is geworpen, aangenomen natuurlijk dat u de erfenis aanvaardt? Ja. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het zou moeten plooien. Ik bedoel dat ik hier zou moeten komen wonen, had ik absoluut niet op gerekend. Eigenlijk onmogelijk. Dus u aanvaardt de erfenis niet? Nou, dat heb ik niet gezegd. We moeten nog even over nadenken. Het heeft natuurlijk wel zo zijn voordelen. En ook zijn schaduwzijde. Ja, ik ben bang van wel, maar aan de andere kant zou ik er ook een bepaald idee mee kunnen verwezenlijken.
Als men tenminste akkoord gaat met mijn voorwaarden. 4 miljoen pond. Als we het vinden. Maar is er nog altijd het huis? Net wat u zegt, ja, dan is er altijd nog het huis. En 4 miljoen pond in contanten is een heleboel geld, nietwaar meneer Pemberti? Dat moet natuurlijk vreselijk veel ruimte in beslag nemen, denkt u ook niet? Ja. Heeft u misschien eraan gedacht dat hij ergens in het huis verborgen zou kunnen zijn? Ik moet toegeven, mevrouw S., dat die gedachte ook bij mij opgekomen is. Maar een uitgebreid onderzoek heeft niets opgeleverd. Wellicht heeft hij iets over zijn hoofd gezien. En heb ik meer geluk. U bedoelt? Dat ik de erfenis aanvaard. Ik bedoel, 4 miljoen pond is een heleboel geld. Ik heb er wettelijk recht op en ik heb er een bestemming voor. En hoe moet het dan met de familie? Ach, laat u die maar aan mij over. Ik kan ze er natuurlijk niet bij hebben, hè? Dat snapt u als ik aan het werk ben, zeg maar. Dus uw besluit staat vast? Mijn besluit staat vast. En er is niemand die mij daar nog van afbrengt. Mevrouw Isch, ik wil volkomen eerlijk tegenover u zijn. Ik had gehoopt dat u onder de gegeven omstandigheden zou afzien van uw rechten op het huis en het vermogen. Ten slotte hebt u meneer Tom niet gekend en heeft u zelfs nooit ontmoet. Dat is toch juist? Inderdaad. Ik zie nu in dat mijn hoop ijdel is gebleken. U wil uw aanspraak op de erfenis ten volle doen gelden. Dat plaatst mij voor een vrij onaangename situatie. Ik heb tientallen jaren de belangen van de familie behartigd. En meneer Tom heeft mij herhaaldelijk verzekerd dat hij mij rijkelijk zou belonen voor mijn diensten in zijn testament. Ongetwijfeld lijkt u een bedrag van 400.000 pond een adequate beloning, maar ik had op meer, aanzienlijk meer gerekend en ik heb tien overeenkomstig gehandeld. In de loop van de tijd zijn mijn schulden opgelopen tot meer dan 1 miljoen. En dat moet binnenkort worden terugbetaald. Mevrouw Isch, u bent de enige die mij op het ogenblik kan helpen. En daarom zult u mij dat geld geven. Niet alles tegelijk natuurlijk, dat spreekt voor zich. Nee, we moeten met tact te werk gaan. Beetje voor beetje zal het geld naar mij vloeien tot ik binnen niet al te lange tijd alles in bezit heb. Een ogenblik. Alles is in orde. Mevrouw S. en ik zijn tot een regeling gekomen die voor alle betrokkenen bevredigend is. Voorlopig tenminste. Zoals u ziet, alles verloopt volgens plan. Precies zoals ik gezegd heb. Vanzelfsprekend heb ik zuster Franklin onmiddellijk gewaarschuwd, maar het was al te laat. Menselijke hulp mocht niet meer baten. Het was het hart natuurlijk. Het schok door de erfenis. Dat is allemaal heel mooi, Pemberti. Maar waarom moest dat mens zo nodig hier doodgaan? Het zal toch zo tenminste zo fatsoenlijk kunnen zijn om ermee te wachten tot ze thuis was? Mijn waarde juffrouw Lucretia. Je zult moeten toegeven dat haar dood heel welkom is. Voor ons allemaal. Natuurlijk, het zou huiverij zijn om dat te ontkennen. Deze ongelukkige gebeurtenis is voor ons een niet te onderschat voordeel. We bezitten nu gezamenlijk dit huis. Om over de 4 miljoen maar niet te spreken. Als we ze ooit vinden. Oh, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Maar om op mevrouw S. terug te komen. Ze is, ik bedoel, ze was een heel bekend schrijfster. En haar plotselinge dood zal in de
buitenwereld ongetwijfeld vragen oproepen. Vragen en misschien zelfs verdenking. Verdenking? Natuurlijk. Onder gegeven omstandigheden is lijkschouwing onvermijdelijk en daarop volgt uiteraard een onderzoek. Wij zullen waarschijnlijk opgeroepen worden als getuige. Zeker als zou blijken dat mevrouw Esch nooit eerder haar klachten heeft gehad. Oh, je bedoelt dat de hele familie betrokken kan worden in een openbaar onderzoek. Alleen omdat er wildvreemde het in haar hoofd heeft gehaald om in ons huis een hartaanval te krijgen? Dat sta ik niet toe. Hoor je dat goed, bij Murphy? Dat sta ik niet toe. Nou, ik denk ook niet dat u je daar zorgen over hoeft te maken. Er is een hele eenvoudige manier om onderzoek te voorkomen. Niet waar, Penworthy? Zoals juffrouw Emily suggereert, we hebben inderdaad een mogelijkheid om moeilijkheden te voorkomen. Als we ons verstand bij elkaar houden. Nou, ik hou altijd mijn verstand bij elkaar. Oh, goed. We moeten er gewoon voor zorgen dat dat mens niet te weten komt wat er hier gebeurd is. Hoe wil je dat doen? Gewoon, door ze op verkeerde spoor te zetten. Ik begrijp het niet. Natuurlijk begrijp jij het niet, leeg hoofdje. Maar Penworthy begrijpt het heel goed. Toch? De oplossing voor ons probleem waar juffrouw Emily op bedoelt is als volgende, veronderstel ik. Niemand mag weten dat mevrouw S. hier is overleden in het huis. Haar secretaris had het landgoed verlaten en was lang op weg naar Londen toen het gebeurde. Dus met uitzondering van ons kan niemand bewijzen dat zij hem niet achterna is gereisd. Dan krijgen we geen politie over de vloer. Van die bemoeians die overal hun neus in steken. Oh, en dan leggen we haar onder het rozenperk naast de balletgroep. Ach, jij gaat toch echt een ver door. Er is nog iets. Wat gebeurt er als ze niet opdaagt in Londen? Daar zullen ze haar eerst zoeken. Vanzelfsprekend, maar als wij het onweerlegbare bewijs kunnen leveren dat zij teruggaan is naar Londen. En hoe zouden we dat dan wel moeten doen? Ik stel voor dat een van de dames de kleding van mevrouw S. aantrekt en eerst volgende trein naar Londen gaat. Het is noodzakelijk dat de conducteur de dame in kwestie opmerkt, maar door de dichte mist is het zeer onwaarschijnlijk dat hem iets verdachts opvalt. En 10-1 dat hij later zal verklaren dat hij mevrouw S. heeft zien instappen. Diegene die haar vervangt, verkleedt zich in de trein op het toilet, stapt het voltstation uit, ontdoet zich van de kleding van mevrouw Esch en komt zo snel mogelijk hier weer terug. Zijn we het daar allemaal over eens? Op één ding na. Moedertje Witjas, hoe wil je voorkomen dat zij erover praat? Zij weet dat het mens van Esch hier nooit is vertrokken. Ook waarschijnlijk nog bezig met mond-om-mond beademing. Je hebt gelijk. Natuurlijk. Ja, zij kan alles verknoeien. Dat kan ze. Maar dat doet ze niet. Hoezo niet? We moeten haar het zwijgen opleggen. Mijn beste juffrouw Emily, maar hoeven ons toevlucht niet te nemen tot zulke drastische maatregelen. Ten slotte staat zuster Franklin een niet onaanzienlijk bedrag te wachten voor haar stilzwijgen. We kunnen het risico niet nemen. Monica, ga er halen. De politie! Mensen, houd er stil. Agatha, neem me niet kwalijk dat ik u nogmaals stoor, maar ik heb een ongeluk gehad. Mag ik binnenkomen? Mevrouw Hammond, wie is daar? Meneer Potter, lieve hemel. Beste kerel, wat is er met u gebeurd? Komt u toch snel binnen, kunt u zich drogen bij de haard. Mevrouw Hammond, haal dat handdoek alstublieft. Oh, ik ben de bocht uitgevlogen en helemaal recht de rivier ingereden. Ik kon geen hand voor de ogen zien door de mist. Oh. Arme lieveling, je hebt natuurlijk verschrikkelijk koud. Ik zal je die natte rommel onmiddellijk uittrekken. Wat doet u? Je bent zo koud. Juffrouw Monica, ik ben ervan overtuigd dat meneer Potter dat zelf wel kan. Maar als u dan toch zo graag wil helpen, misschien kunt u wat droge kleren voor hem opzoeken. Ik ben zo terug. Meneer Potter, wat een vreselijke ervaring. Zegt u dat wel? En uw wagen ligt dus nu op de bodem van de rivier? Ja, die is gezonken als een baksteen. Ik mag van geluk spreken dat de portier open schoot. Anders had ik er niet eens uitgekund.
En was ik mee naar beneden gegaan? Heel interessant. Frida zal woedend zijn. Ze heeft die auto nog maar een week. Frida. Waar is ze trouwens? Frida! Ik bedoel mevrouw Esje. Ik dacht dat ze Ermentrude heette. Ja, ja, nee. Nou, het is al als het ware wel en niet zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijpen wij niet. Misschien kunt u het ons maar beter vertellen. Ja, inderdaad. Nou, dat zit nogal moeilijk in elkaar. Misschien dat ze u dan beter zelf kan vertellen. Ja, ziet u, mevrouw Esch kan ons op het ogenblik niet vertellen. Eigenlijk is het heel, heel eenvoudig. Oh, net was het anders nogal moeilijk. Ja, nee, u moet weten om heel eerlijk te zijn. Ja, en ik hoop dat u heel eerlijk zult zijn, meneer Potter. Ja, natuurlijk. U moet weten, ze heet helemaal geen Ermentrude S. Oh? Ze heet Frida Montjoy. En wat is er dan met de echte Ermentrude S gebeurd? Niets, helemaal niets. Onder die naam schrijft ze haar boeken. Het is haar pseudoniem. Oh, haar nom de plume. Nou, meneer Potter, u heeft ons wel een paar moeilijke ogenblikken bezorgd. Anders ik mezelf wel. We waren al bang dat we een misdadigster onderdak hadden verleend. Misdadigster? Als u nu die natte kleren uittrekt, dan zal mevrouw Hemmer ervoor zorgen dat u ze zo snel mogelijk gedroogd en geperst weer terugkrijgt. Ja, maar... Ja, dames. Als u zo goed wil zijn om deze kamer een ogenblik te verlaten, dan kan meneer Potter zich verkleden. En dan geef gelijk door voor hem en dat ze een beetje voortmaakt. Hier, dat is alles wat ik kon vinden. Nou, je kunt gaan, Agatha. Ik wacht op zijn kleren. Die brengen wij zo wel bij u. Als u zo vriendelijk wil zijn om die deur achter u te sluiten, dank u. Kom, Dora. Zo, meneer Potter, de kust is veilig. Ik had niet verwacht dat ik zo snel hier weer terug zou zijn. Toen ik die bocht uitvloog, dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had. We dachten dat u al mijlen ver weg was. U vindt het toch niet erg dat ik teruggekomen ben, is het wel? Absoluut niet. We zijn heel blij dat u het gedaan heeft. Want als u het niet gedaan had, dan hadden we mogelijk met een moeilijk probleem gezeten. Oh ja? Ongetwijfeld. Maar nu zit ik met een probleem. Ik moet Frida vertellen over haar auto. Zou u zo vriendelijk willen zijn om haar te vertellen dat ik teruggekomen ben? Ik denk dat het beter is dat we haar op het ogenblik niet kunnen storen. Zo'n 20 minuten geleden lag de arme vrouw nog voor dood. Oh, was ze even gaan liggen? Ja, inderdaad. Meneer Pemberton, ik moet eens... Meneer Potter, ik dacht dat u weggegaan was. Ik ben de rivier ingereden. Zuster, als u ons even een ogenblik alleen wil laten, meneer Potter is zich aan het verkleden. Maar ik moet u spreken, nu, direct. Het gaat over die vrouw, die is... Zuster, alsjeblieft, over welke dame hebben we het? Een ogenblik. Hij weet het nog niet, ik heb het nog niet kunnen vertellen. Maar ze is vergiftigd. Vergiftigd? Kom, zuster, doe nou niet een beetje melodramatisch. Dat kunt u toch niet met zekerheid vaststellen. Er is haar een bepaald middel toegediend waardoor verlammingsverschijnselen optreden en het hart tot stilstand komt. De symptomen zijn onmiskenbaar. Ze is vermoord. Maar dat is onvoorstelbaar. En er is hier in huis maar één die daar schuldig aan kan zijn. Dat bedoel je helemaal niet bewijs. Het is Dora. Ik heb de wilde beschuldigingen van Emily in verband met de bloemperk en de eigen gemaakte wijnen nooit willen geloven. Maar het is waar, ja toch? Dora is een moordenares. Wat gaat u nu doen, zuster? Ja, ik ga de politie bellen. Wat verwacht u anders van mij? Wacht even, zuster. Ik vind dat we al genoeg tijd verspild hebben. Meneer Potter! Is er iets aan de hand? Ik was u helemaal vergeten.
Nee, er is niets. We hebben een kleine technisch probleem. Als u mij even wilt excuseren, ik ben met twee tellen weer terug. Verloren. En als dat is, dan moet ik daar heel blij om zijn, want als hij geen
handschoenen had, dan moeten er vingerafdrukken op te vinden zijn. En dan hebben we de dader zo te pakken. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat vermoord? En dat is het eigendom van meneer. U hebt het recht niet om het aan te raken, geef ik. Dit heb ik gevonden bij de cel van meneer Olivier. En er staan waarschijnlijk vingerafdrukken op. God, doe dan niet zo idioot en veeg het als de bliksem schoon. Niemand verwacht van u dat u uw neus in zaken steekt waar u niks mee te maken hebt. Schoonvegen? U bent gek. Mijn verstand is uitstekend in orde, zuster. Dat pistool is nooit door iemand anders gebruikt dan door meneer. Maar hij is dood, Agatha. Dat weet je toch? Oh ja? Kijk, wat er in de kelder is gebeurd, is volgens mij de beste oplossing. En nu ik weet dat meneer het gedaan heeft, heb ik er vrede mee. En dat zouden jullie ook moeten hebben. Neem mijn raad aan. Geef mij dat pistool. Zorg ervoor dat het lijk verdwijnt. En vergeet het allemaal. Het spijt me, mevrouw Hammond, maar dat is uitgesloten. Hoe u er ook over mag denken, er is hier een ernstig misdaad begaan en het recht moet zijn loop hebben. Zeer juist. Goed, zoals u wilt. De gevolgen zijn voor uw rekening. Maar als u iets doet tegen de wil van meneer, vallen er voor de nacht om is nog meer doden. Oh ja, het lijkt me het beste als er iemand naar beneden gaat om juffrouw Monica te helpen met het lijk. Over 10 minuten kunnen we aan tafel. Tafel? Dat kan ik maar beter doen. Gelooft u nu dat ik gelijk heb? Gelijk? Waarmee? Ik moet de bewering van zuster Franklin wel serieus nemen dat hier een dubbele moordenaar rondloopt. Een dubbele moordenaar? Ja, van Olivier en mevrouw S. natuurlijk. Oh! Frida? Oh! U bedoelt mij, Frida? Het spijt me. Ik had u er niet zomaar in mogen overvallen. De dood? Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik vind het werkelijk heel erg voor u. Maar een paar minuten geleden, u zei dat ze was gaan liggen. Tja, ik kon hem moeilijk in de hoek zetten. Dat was, en dat moet ik eerlijk toegeven, dat het een vrij dwaze poging van mij was om haar dood voor u te verbergen. Waarom? Wat is er gebeurd? Ik geloof dat... Zuster, ik meen dat ik verantwoordelijk ben voor deze pijnlijke situatie en daarom voel ik me verplicht een verklaring te geven. Zuster Franklin, als u zo goed wil zijn om juffrouw Monica behulpzaam te zijn, dan zal ik proberen om meneer Potter het hele verhaal te vertellen. Ja, dat is goed. Maar eerst probeer ik de politie nog een keer te bellen. Hoe eerder ze hier zijn, hoe beter. Wat is er gebeurd? Zou u niet liever eerst gaan zitten, meneer Potter? Bemoeit u zich er niet mee! Hoe is het gebeurd? Ze is vergiftigd. En tegen ooms heb je gezegd dat het een hartaanval was. Vergiftigd? Ik heb het niet gedaan. Echt niet? Hou staat achter slot en grendel en dat weten jullie heel goed. Wat is er met Frida gebeurd? Misschien is het beter dat ze eerst even verder aankleedt, meneer Potter. Wie heeft Frida vergiftigd? Ik heb er geen flauw idee van. Eerst dachten we dat de erfenis te veel voor haar was geweest en een hartaanval had veroorzaakt. Onmogelijk! En kort daarna ontdekte zuster Franklin vergiftigingsverschijnselen en ze heeft mij onmiddellijk ingelicht. Maar waarom heeft het dan niet gelijk gezicht toen ik hier aankwam? Waarvoor al die geheimzinnigheid? De telefoon is dood. Ik kan geen lijn krijgen. Weet u het zeker? Natuurlijk weet ik dat zeker. Dit is zo'n typische fout van de telefoondienst. Ik ga onmiddellijk een klacht indienen. Daar straks deed hij het nog vlak voordat we hoorden schieten. Maar toen waren ze in gesprek. Denkt u ook niet dat er aan geknoeid is? Wat zegt gij daar? Je bedoelt dat de kabels doorgesneden zijn. Ik weet het niet, maar hij is volkomen dood. Nou, laten we dan de politie maar niet waarschuwen. Ja, natuurlijk wel. Ik haal mijn jas en ik ga naar het dorp. Maar de mist. Ik ga met u mee. Nee, ik vind het prettiger als u allemaal hier blijft. Dan voel ik me veiliger. Een ogenblikje, zuster. Waarom zouden wij ermee akkoord gaan dat u het huis verlaat? Ten slotte kunt u meneer Olivier doodgeschoten en mevrouw S. vergiftigd hebben. Oh, dat schuldig u niet. Maar we hebben niet de zekerheid dat het niet zo is. Misschien kan ik beter naar de politie gaan. En wie
zegt ons niet dat u het heeft gedaan. U had tenslotte een revolver. Zie ik eruit als een moordenaar, meneer Potter? Mevrouw Hammond, wilt u mijn jas even brengen? Dank u. Een ogenblikje, Pemberton. Voordat je weer aan meeslepen door je overdreven gevoel van eigenwaarde. Welk bewijs hebben we dat dat mens van Ash inderdaad vergiftigd is? Jij neemt maar zo voor waar aan wat zij zegt. Je hebt gelijk. Natuurlijk, maar gelijk. Ik ben een ervaren verpleegster, juffrouw Emily. Ja, maar ze kan zich wel vergist hebben. In mijn vak kan je geen vergissingen veroorloven. Die vrouw is vergiftigd. En we weten allemaal wie dat gedaan heeft. We hebben een vermoeden, zuster. We weten het. Juffrouw Dora heeft haar vergiftigd. Wel overwogen en met als bedoeling te voorkomen dat ze dit huis zou verlaten. U hebt niet een recht een dergelijke beschuldiging te uiten zonder dat u een motief of een bewijs kunt aanleveren. Een motief? Als die vrouw nadat ze de erfenis aanvaard had meteen was weggegaan, dan zou ze nu nog in leven zijn. Dat kunt u niet ontkennen. En wie zegt dat mevrouw S. de erfenis aanvaard heeft, zuster? Luistert u soms aan de deuren? Daarvoor hoef ik niet aan de deuren te luisteren. Het ligt voor de hand dat ze de erfenis aanvaard heeft. Als zij hier levend was weggekomen, had niemand een cent gekregen. Daarom is ze vermoord. Hoe durf je? Ik bedoel, oh nee, oh dat is afschuwelijk. En wou je soms ook beweren dat Dora Olivier vermoord heeft? En waarom niet? Dat is weer één minder om mee te delen. Zuster Franklin, u beschuldigt juffrouw Dora van een afschuwelijke misdaad, uitsluitend op grond van een vermoeden. De dood van mevrouw S. kan mogelijk, ik zeg mogelijk, het gevolg zijn van het gebruik van eigen gemaakte wijnen. Maar uw veronderstelling dat de leden van de familie belang zouden hebben bij de dood van mevrouw S. en daardoor hun rechten ten volle zouden doen gelden, is volkomen onjuist. Niets is minder waar. Wat bedoel je daarmee te zeggen, Pemberton? Omdat zuster Franklin leeg is, als ik het zo mag uitdrukken, is zij niet op de hoogte van de wettelijke bepaling die ik u, wat ik achteraf betreur, tot dusver niet heb vermeld. In een gecompliceerde zaak als deze, waar de bezittingen van meneer Tomp met aftrek van de succesrechten onvoldoende blijken om het testament ten uitvoer te blijken, moet het bedrag wat overblijft worden verdeeld onder de rechthebbenden in dezelfde verhouding als de oorspronkelijke legaten in het testament vermeld. Dus die 4 miljoen zijn toch van ons? In elk geval een aanzienlijk deel. Alleen het huis zou een eigendom overgaan zijn aan mevrouw S. Plus een klein bedrag wat zou zijn overgebleven na de verdeling van het landgoed. Maar waarom heb je ons dat niet eerder gezegd? Je hebt ons in de baan gebracht dat we geen cent kregen. Dat is een groot schandaal, Pemberton. Een heel groot schandaal. Maar dit verandert toch niets aan de zaak? Die vrouw die moest sterven. Juffrouw Dora kon het risico niet nemen dat ze erachter zou komen wat er onder de bloemperken ligt. We wensen uw walgelijke beschuldigingen niet langer uit te horen. Verlaat onmiddellijk dit huis. Onmiddellijk, hoort u mij? Heel graag. Ogenblik, zuster. Niemand verlaat het huis voordat ik terugkom met de politie. Elke poging daartoe zal hem ongetwijfeld verdacht voorkomen. Is dat duidelijk? Mevrouw Hermans, is de mist al een beetje opgetrokken? Je kunt geen hand voor ogen zien. Niets aan te doen. Verrekte mist. 10-1 dat hij de weg kwijt is voordat hij bij de poort is. Kom mee, Marcus. Gaan we naar je kamer. Trekken we je weer een mooi kostuum aan. Waarom? Hij ziet er toch goed uit zo? Het is niet ondenkelijk dat de politie hem ook wil ondervragen. Waar is dat in vredesnaam voor nodig? Hij heeft helemaal niets gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat niemand van onze familie maar ook iets met deze moorden te maken heeft. Het is het werk van een buitenstaander. Heel juist. En naar een buitenstaander hoeven we niet lang te zoeken, nietwaar? Hij is het! Huh? Moordenaar? Doe niet zo dwaas, Dora. Nou, dat is helemaal niet zo dwaas. Want voordat hij hier was, is er nog nooit iemand vermoord. Nog nooit. Het waren allemaal ongelukken en zelfmoorden. Precies.
En niemand van onze familie zou in staat zijn om wel iemand dood te schieten. Dat geeft zo smerig. Nee, hij heeft het gedaan. Dat kan niet anders. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik zou niet eens weten hoe ik zoiets op moet aanpakken. Net wat ik dacht. Geen grijntje fantasie. Maar dat is ongelofelijk. Het is voor mij een volstrekt raadsel hoe jullie die man vermoorden hem uit kunnen maken. Hij was notabene niet eens hier toen mevrouw Ash werd vermoord. En Olivier zou die toch nooit kunnen vinden daar beneden in dat doolhof. Tenzij hij hulp heeft gehad, hè? Van een ander buitenstaander. Je wou toch niet zeggen dat hij... En waarom niet? Jij hebt daarnet zelf, toen je Dora beschuldigde van moord, gezegd dat niemand van ons, ook jij niet, één cent zou geven als dat mens van S was blijven leven. En wie kan er gemakkelijker ongemerkt een dodelijk middel toedienen dan een verpleegster? Een interessante theorie, juffrouw Emily. Maar je vergeet één ding. Het is mijn werk om levens te redden, niet om ze te nemen. Dat dachten ze van dokter Krippen ook. Als de politie mij nodig heeft, ik ben in mijn kamer. Nou, ik stel uw aanwezigheid hier niet langer op prijs. Als die moordenaar straks gearresteerd is, dan doet u mij een groot plezier door uw koffers te pakken en te verdwijnen. Kom mee, Dora. Blauwbaard! Het spijt me. Zeg gek, allemaal. Meneer Potter. Wat houdt het hier uit? Opgesloten met die gekken, mijlen ver van de bewoonde wereld. Bent u niet bang? Van al de wonderen die ik ooit vernam, schijnt dit mij het allergrootst. Dat mensen vrezen die weten dat de dood het zeker eind komt als hij komen moet. Marcus. Wat is ooit ontgaan dat eens der godenmacht als plan heeft vastgesteld? Marcus, ga naar je kamer. Ik kom zo bij je. Caesar zal gaan. Het spijt me. Ik begrijp dat het een verschrikkelijke schok voor u moet zijn. Dat is het voor ons ook. We hadden nooit gedacht dat er hier zulke verschrikkelijke dingen zouden gebeuren. Maar ik wil u wel graag zeggen dat... verschrikkelijke dingen zouden gebeuren. Maar ik wil u wel graag zeggen.